Ik denk dat ik zelden een volk ben tegengekomen dat zo'n verkeerd zelfbeeld heeft als de Nederlander. En wat maakt er dan toch dat je op vakantie bent en dat je in de verte kan zien dat zijn Nederlanders? Maxima heeft ooit eens gezegd, de Nederlander bestaat niet. Ja, en toen was in één keer Nederland te klein. Want het was niet de bedoeling dat Maxima een oordeel zou geven, als toch een vrouw die uit het buitenland komt, over Nederlanders, over ons Nederlanders. Ik denk dat Maxima daar gelijk in heeft, dat de Nederlander niet bestaat. Maar het zou ook kunnen dat ze inmiddels zo goed geïntegreerd was dat zij de Nederlander niet langer waar kon nemen. Kunnen we niet uitsluiten. Iedereen was diep verontwaardigd over die uitspraak, maar het gekke is dat de diep verontwaardigden, dat die nooit duidelijk hebben gemaakt wat de Nederlander dan eigenlijk precies was. Maar ze had natuurlijk volkomen gelijk. Wat zij wilde aangeven, naar mijn idee, is juist de diversiteit van onze samenleving. Want er is helemaal niet een specifieke Nederlandse identiteit. Die is zo... Dat is zo'n enorm omvangrijk, genuanceerd, flexibel systeem dat je niet van de Nederlander kun je inderdaad helemaal niet spreken. Sterker nog, ik ben blij dat ik niet de Nederlander ben. Maar ik ga daarmee akkoord. Hè. De identiteit van een land bestaat eigenlijk nooit. Een land bestaat uit verschillende streken. Er zijn verschillen tussen steden en platteland, tussen steden onderling. Een noorderling is iemand anders dan iemand uit het zuiden. En het hangt natuurlijk af waar ze opgroeien, in welke omstandigheden. Maar dat heeft zowel te maken met, of zelfs veel meer te maken met het gezin waarin ze opgroeien dan met het land waarin ze opgroeien. Dus de Nederlandse identiteit waarbij je zegt de doorsnee Nederlander is zo of zo, ik geloof daar totaal niet in. Nee. Maxima heeft natuurlijk gelijk in zekere zin. De Nederlander bestaat niet als je het accent legt op de Nederlander. Dus dat iedereen in dezelfde mal zou passen met dezelfde eigenschappen, dezelfde eigenaardigheden. Dan bestaat de Nederlander natuurlijk niet. Maar er bestaat wel zoiets als denkbeelden over Nederlanders die zo vastgeroest raken in, het, in de perceptie van mensen. Dat we ook gaan zien in de werkelijkheid wat we denken te zullen gaan zien in de werkelijkheid. Nou, ik heb wel heel lang gedacht van wie is nou de Nederlander? We hebben het vaak over de Nederlander. Maar het gekke is dat ik ik voel mezelf gewoon Nederlander. Maar dan schrik ik er soms van dat ik door de ander soms niet word gezien als de Nederlander. Dat is een soort beeld van dat er één soort man of vrouw zou bestaan. He, zoals je soms hoort, de Henk en Ingrid, die misschien wel het heerlijk vinden op een all-inclusive met een bandje om de pols in de rij te staan en dan lekker, is dat, ik dacht, is dat typisch Nederlands? Maar ja, Fransen doen dat ook en Engelsen doen het ook, maar toch als de Nederlander in een all-inclusive staan, zie je toch wel dan af dat het geen Fransen zijn of Amerikanen. Dus dat is toch echt wel een verschil. Ik denk dat dat wel te maken heeft met onze toch wat overbevolkte sfeer in dit land. Waarbij je heel blij bent als je elkaar kunt ontlopen. En vakantie betekent dus ook dat je ontslagen bent van de verplichting je tot anderen te verhouden. Ik vermoed dat dat erachter zit. En je herkent ze inderdaad wel vaak van een afstand. En het zou zomaar kunnen dat Nederlanders dat toch doen als een soort geste naar elkaar, omdat ze elkaar willen vermijden, dat ze dan ook aantoonbaar Nederlanders staan te wezen, zodat je weet wanneer je weg moet duiken. Het is niet ondenkbaar. Het is eigenlijk heel charmant van ons dat we dat zo doen. Ik denk dat ik zelden een volk ben tegengekomen dat zo'n verkeerd zelfbeeld heeft als de Nederlander. En dat heeft volgens mij voor een groot deel te maken met dat accenten verkeerd worden gelegd. En dat definities anders zijn. Jij kan iets doen en jij geeft daar jouw eigen definitie aan, maar de rest van de wereld die geeft daar weer een andere definitie aan. Dus wie heeft er dan gelijk? Er altijd maar van uitgaan dat je eigen norm de beste is. Wat dat betreft is het ongelooflijk leerzaam om met andere culturen en andere mensen te maken te krijgen, om daarvan te leren. Het gekke is dat het zo makkelijk is als je op vakantie gaat om dan een ander land te beoordelen of hoe andere mensen het doen. En op het moment dat ik nu zit na te denken over al die thema's waar wij het dan
over zouden kunnen hebben. Als je het over de Nederlander hebt, over hiërarchie, tolerantie, zuinigheid. Dat ik zo hard in mijn brein moet nadenken. Want ik moet mezelf automatisch daarvoor, daar waar ik Nederlander ben, dus daar binnen ben, moet ik mezelf toch wel even de buiten plaatsen. Mezelf visualiseren als de toerist of als de buitenlander of als de dochter van Vietnamese ouders. Om daar tegenaan te kunnen kijken. En dan kom je toch wel hele wonderlijke dingen tegen. Dan is het een en al verwondering dat je denkt, goh, doen wij dit zo? Men leefde in de middeleeuwen volgens een theoretisch model, adel, geestelijkheid, boeren. En die waren wederzijds afhankelijk van elkaar. Adel zorgde voor het bestuur, geestelijkheid zorgde dat je in de hemel aankwam op de juiste manier en de boeren zorgden voor het eten. En daaruit ontwikkelt zich een nieuw soort mens, de koopman, eigenlijk een omhooggevallen boer die met overschotten van het land handel gaat drijven, zich vestigt op strategische plekken waar steden ontstaan enzovoort. Maar het belangrijkste is dat die koopman moet voor zichzelf zorgen. En ik denk dat dat ook wel een beetje zo is. Dus Nederlanders hebben heel erg dat gevoel van ik maak allemaal in alles mijn eigen keuzes. Alleen maken we dan wel toevallig allemaal steeds precies diezelfde keuzes. Nou, de vraag is natuurlijk wat culturele gewoontes zijn en wat de mens eigen is. Dus dat wij vaak op dezelfde manier in bepaalde situaties reageren, kan ook te maken hebben met sociale praktijken. En die gaan over grenzen heen. Dus die zijn niet per se aan nationaliteiten gebonden. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat we allerlei gewoontes en gebruiken hebben die ook verbonden zijn met onze taal, met onze manieren van doen, als we boodschappen gaan doen bijvoorbeeld. En dat maakt dat we wel zoiets als de Nederlandse mentaliteit kunnen onderscheiden. En die heeft ook wel weerklank in de werkelijkheid. Het is niet allemaal fictie natuurlijk. Zou dat toch niet zo makkelijk zeggen? En dat zal ik proberen te demonstreren aan de hand ook weer van lezingen die ik in den landen houd. Ik had een lezing, ik ben nou vergeten hoe het over ging. En die had ik voor Rotterdamse studenten gehouden. Nou, dat was een enorm succes. En nog geen week later was ik geloof dat het Roermond was. Het kan ook Venlo zijn geweest, daar wil ik nou vanaf zijn. Maar ergens midden in Limburg. En dan hield ik dezelfde lezing. Doodse stilte. Ik ben bijvoorbeeld vroeger opgegroeid in Aalriksel, Zuidoost-Brabant. En ik bleef als jongen altijd in dat dorp. Ik kwam zelden dat dorp uit. Ik ben ook nooit met mijn ouders op vakantie geweest. Niet omdat die mij niet mee wilden hebben, maar die gingen niet. Kijk, dat is nog zo'n element dat je moet zien, de tijd. Hè? En dat is overal. De studenten van nu, de 18-jarigen, zeg maar, die zijn totaal anders dan de studenten uit mijn tijd. Toen ik 18 was en ik ging studeren aan de universiteit, de verschillen tussen mensen zo die er ooit al waren en die te maken hebben met nationaliteit of ras of godsdienst of wat dan ook, zijn aan het verminderen en gaan oplossen. En dat kun je ook wel terugherleiden tot taal. Ik hou me veel met taal bezig. Ik ben opgegroeid in het dialect. En het dialect is aan het uitsterven. Over 50 jaar zal er nauwelijks nog dialect zijn. En dat komt doordat wij zo divers zijn geworden. Dialect kan alleen maar bestaan als er grenzen zijn. En dat wil niet zeggen letterlijke grenzen dat je je paspoort moet laten zien. Maar je moet als dialectspreker, wil je het dialect behouden, in je dorp of in je wijk, in je stad blijven. Dat zijn die grenzen. Ik kom veel in Helmond. Daar heb je een fantastische wijk, Brandevoort. Als je gaat kijken welke mensen nu in Brandevoort wonen. Hoeveel mensen die in Brandevoort wonen in die nieuwe wijk in Helmond, komen nu daadwerkelijk uit Helmond. Dat is minder dan de helft. Dat is minder dan de helft. En dat wil dus ook zeggen dat daar dat Helmondse dialect niet kan overleven. Maar dat wil ook zeggen dat zo'n wijk als Brandevoort heel divers is. Dus je kunt ook niet meer zeggen in Brandevoort, daar heb je de Helmondse identiteit. Dat kan niet. Nou, en dat verhaal geldt ook steeds meer voor heel Nederland, vind ik zelf. Ik denk dat de Nederlander altijd zou zeggen, de Nederlander bestaat niet. Want wie wil nou in een hokje geplaatst worden en in een generaliserende term van dit is de Nederlander. Natuurlijk vechten we er tegen, natuurlijk zijn we uniek en zijn we allemaal individueel en natuurlijk zijn we apart en zijn we niet in een hokje te vangen. En natuurlijk zijn de Fransen dat wel en de Amerikanen dat ook en de Belgen dat ook, maar wij zijn dat niet. En het grappige is dat ik nu die vraag krijg van bestaat de Nederlander?
dat ik daar geen antwoord op kan geven. Dat ik me afvraag of het komt uit mijn weerzin om de Nederlander te typeren, omdat ik dat zelf ben, of omdat wij echt niet te vangen zijn in een hokje.